Schrijversgroep 77 heeft gisteren de Anton de Kom Consciousness Movement Suriname lezing gehouden. De titel van de lezing is Het verloop van de afschaffing van de slavernij in de periode voor, tijdens en na 1 juli 1863. De inleider van de lezing was Kenneth Sloten. Hij gaf aan dat de Europeanen die Suriname toen bezetten en tegen wie er verzet werd gepleegd, het nodig vonden om het verzet te breken. Zo werden de bloeddorstige Indianen uit Peru en andere delen van het Caribisch gebied overgebracht om het verzet te verbreken. Wij kennen ze als de Caraïben. En die zijn ingezet om de lokale inheemse, om het zo te noemen, te verdrijven, te bestrijden. Want de trio's, die woonden niet op Kwamalasimutu. De trio's woonden niet op Apentina. Ze woonden niet op Tepu. De trio's woonden aan de kust. En die trio's zijn verdreven. En vandaag wonen er anderen daar, maar geen trio's. Trio's hebben het met hun leven moeten bekomen. Maar ze hebben het gered. En ze kunnen er nog over praten door overlevering. Zij hebben verzet gepleegd. En zij hebben die kitty gebroken. Door het verzet van de Indianen vonden de Europeanen het nodig om elders in de nieuwe wereld mensen te ronselen en zo inhuman als het kan tot slaaf te maken, zegt Sloten. Dus mensen die geronseld zijn werden plotseling een zaak. Ze konden verhandeld worden en de eigenaar van die zaak mocht daarmee doen wat hij of zij wilde. We kennen al die verhalen van mensen die aan hun zij werden opgehangen. En mensen die met de zweep en de pansboko. Pansboko was iets als een bad die we kennen waarmee we slagbal spelen, maar met gaten. Dat er helemaal wiepje naar je dan. De olo e pritis king. En onder die omstandigheden hebben onze voorouders het werk moeten doen op de plantages. Geketend. Geketend met lange wipi, geketend met tal van vernederingen. Kenneth Sloten, hij was gisteren de inleider tijdens de Anton de Kom Consciousness Movement Suriname lezing. Deze had als titel Het verloop van de afschaffing van de slavernij in de periode voor, tijdens en na 1 juli 1863. De lezing is georganiseerd door de Schrijversgroep 77 en is gehouden in Tori Osso.